Het project Meanderende Maas doet archeologisch onderzoek in de uiterwaarden van Maasbommel. In de 15e eeuw stond daar een huis met grachten eromheen. Momenteel worden er proefsleuven gegraven voor de Maas. Voorafgaand is daarom archeologisch onderzoek nodig. Eind augustus is de organisatie RAAP in opdracht van Meanderende Maas begonnen met het graven van proefsleuven in de uiterwaarden bij Maasbommel. Hier wordt nu archeologisch onderzoek gedaan naar een vondst uit de 15e eeuw. We zijn hier archeologisch onderzoek aan het uitvoeren. En we hebben hier ook al het vooronderzoek gedaan. We hebben eerst boringen gezet en daarna eigenlijk proefsleuven gegraven. En eigenlijk zagen we op de luchtbeelden hier al iets heel bijzonders gebeuren. Eigenlijk een soort van vierkant omgracht terrein leek zich wel af te tekenen. En dat zien we door de LiDAR-beelden die zijn gemaakt van dit gebied, kun je die heel mooi weer terugvinden. En nu hebben we daar gericht proefsleuven eerder overheen gelegd. En nu zijn we dat hele terrein verder aan het opgraven en aan het bekijken. En het blijkt om iets van een kasteelterrein of iets van een omgracht terrein te gaan. Ja, Dit onderzoek is er ook een programma met uitleg en vondsten gemaakt voor bezoekers. In deze regio weet ik het niet, maar vanaf die 13e eeuw worden er wel dijken aangelegd. Hou ik even in het midden. Maar dit ligt buiten dijks. Dus je ziet steeds verschillende nieuwe ophogingsniveaus waarbij ook materiaal aanwezig is. Het onderzoek is al een tijdje bezig, maar hopen ze binnenkort afgerond te hebben. Het plan is om een nevengeul langs de Maas te graven en de vondsten veilig te stellen voor de toekomst. Dit is de vierde week dat we bezig zijn. En waarschijnlijk zijn we volgende week ook nog bezig. En dan hopen we het onderzoek ongeveer afgerond te hebben. Ja. En wat is het doel van dit onderzoek? Het doel is om eigenlijk de archeologie die hier in de grond zit veilig te stellen. Dus, het is het plan dat ze hier eigenlijk naast de Maas nog eigenlijk een nevengeul gaan graven. En dan bij het graven van die nevengeul gaat natuurlijk wel flink diep ontgraven worden. En is die archeologie is ook kwetsbaar en die gaat dan verloren. En nu gaan we wij gaan het ook een soort van slopen. Alleen wij leggen alles goed vast en we maken alles met dronefoto's, leggen we het goed vast. En ook met GPS meten we alles in. En dan kunnen we dit in ieder geval bewaren voor de toekomst. En dat is eigenlijk het doel van het hele onderzoek.